Er zijn vier onderdelen boven twee van belang. Het eerste is hoe je verbrandingswarmte kunt uitrekenen. Het tweede heeft te maken met de energieformule. En de energieformule is E is P keer T. In het boek leggen ze ook nog iets uit met spanning en met stroomsterkte. En daar is vermogen van, namelijk de vermogensformule. En de vermogensformule is P is U keer I. Dit is het tweede onderdeel. Ik ga er zo wat over vertellen. Het derde onderdeel heeft te maken met begrippen als stroming, geleiding, vormen van warmtetransport. En de vierde, en eigenlijk de laatste, heeft te maken met verbranding. En dan moet je vooral denken aan volledige of onvolledige verbranding. Volledige verbranding. En eigenlijk zit er nog één dingetje bij, wat je toch wel moet kunnen. We hebben er wel over geoefend, maar dat moet je zelf ook goed in de gaten houden. Dat heeft in de eerste plaats te maken met Celsius, graden Celsius en Kelvin. En het omzetten van getallen, dat is iets andere dingen, een andere vaardigheid die je moet hebben. Dat is bijvoorbeeld zoveel joule is zoveel megajoule, om maar even als voorbeeld te gebruiken. Het mega en het kilo en dergelijke afkortingen, die moet je ook goed kunnen omzetten. Ja? Dit zijn de, eigenlijk denk ik, de onderdelen die je moet kunnen. Waar of niet? Ja. Hebben jullie daar nog andere onderdelen van die ik hier op het lijstje moet zetten? Volgens mij zit het samenvatting. Nee, of niet? Zie je het op het plaatje. Komt op nasker.meer, van staan op YouTube. Goed zo. Om bij het eerste onderwerp te beginnen. Verbrandingswarmte. Daar heb je geen formule van, maar wel pina's. Dat doe ik eigenlijk aan de hand van een voorbeeldje. Nee, ik film niet. Ik maak doe alleen het geluid. Ik had het wel kunnen doen. Maar je zag net dat de video uit was, de webcam. Waarom dat? Waarom zei ik dat veel? Verbrandingswarmte. In BINAS staat aangegeven in het tabelletje. Nou, waar heb ik het dan? Hier meneer. Dat is de BINAS. In tabel 18 staan voorbeelden van verbrandingswarmte. Van vaste stoffen, van vloeistoffen en van gassen. Nou, neem ik nou bijvoorbeeld hout. Hout heeft een verbrandingsruimte. Zeg het maar, wat staat er? 16.000. En wat nog meer? Joule per gram. Dus 1 gram hout verbranden. Mm-hmm. Levert 16.000 joule. Dit zijn best wel lastige dingen. Als ik dat zie in getal op het bord, vind ik het zelf wel lastig. Help jezelf erbij om dit uit te rekenen. Er is ook geen formule voor. Jeroen, kijk mee. Geen formule voor. Om dit gewoon met een verhoudingstabelletje te doen. Verhoudingstabel betekent van oké, ik heb hier dus joule. En ik heb hier hoeveel gram. En ik weet, want er stond in BINAS, dat 16.000 joule is 1 gram. Nou, als je weet dat het 5,5 kilogram is, dan is het dus 5.500 keer die 16.000. Geef nu de vorm, wel goed uit te rekenen. Dat is 1. Onderdeel 2 ging over de vermogensformule en de energieformule. Om dat even op te schrijven. E is T keer T. E is energie.
De eenheid van energie is joule. Nee. Nog. En de afkorting van joule is J. P, dat gaat over vermogen. En afkorting van vermogen, of de eenheid van vermogen is wat, en de afkorting daarvan is W. Nou, tijd, dat is natuurlijk tijd. En het gaat over seconden of uur. Afhankelijk van de som. De manier waarop je het beste op kan schrijven is daarbij de samenvatting, hè, wat er duidelijk zijn. Eerst schrijf je de gegevens op. Dus bijvoorbeeld, om nog even diezelfde som van de net te doen. P is 200 watt. Wat je dan weer opschrijft is bijvoorbeeld de tijd. Nou, 4,5 minuut is 270 seconden. De formule schrijf je op. E is P keer T. Invullen doe je voor zover dat kan. En je hebt het antwoord waarvan je in ieder geval niet moet vergeten dat je ook de eenheid erachter zet. Dan moet ik een J zetten en dan ook niet. Ja? Okay. Dit is onderdeel 2. Deze formule wordt af en toe wel gebruikt. En wat betekent die U? Ik ga er niet heel uitgebreid op in. U betekent spanning, over volt. En I hebben we het over de stroomsterkte. Soms geven ze dan een som, zeggen ze niet wat het vermogen is, maar ze zeggen bijvoorbeeld wel wat de spanning is en de stroomsterkte. En dan kun je dus daarmee, kan je dus ook het vermogen aantrekken. Ja? 3. Vormen van warmtetransport. Nou, noem ze zelf maar eventjes op. De eerste is een geleiding. Wanneer heb je geleiding? Via buizen. Via transport. Vaste stof. Dus de warmte gaat van de ene kant naar de andere kant alleen maar via vaste stof. Vast. Echt vaste stof. Niet vloeibaar. Geen gas. Dat is namelijk geen geleiding. De tweede vorm is stroming. Of vloeibaar of gas. Stroming, dat heb je inderdaad. En vloeibaar. Of gas. Yes. Als ze kleine korreltjes metaal zouden verwarmen en ze zouden rondpompen, dan zou je theoretisch ook eigenlijk vaste stoffen kunnen gebruiken om te stromen. Ja, maar ja, niet meer. Dat is een uitzondering, meneer, dat is havel. 3. Dat is de laatste. Straling. En straling heb je juist. Straling heb je juist niks nodig. Er is dus geen tussenstof die ervoor zorgt dat de warmte van de ene kant naar de andere kant gaat. De zon. De bekendste voorbeeld. Nee. Ja. Is dit op havo heel erg veel moeilijker? Dit niet. Ik vind het hele hoofdstuk vind ik niet zo moeilijk. Maar is het een vraag voor in een opname? Is het moeilijk op havo? Ja. Is dat ook leuk? Is jouw commentaar voor de opname? Ja, ik ben de commentaar te horen toch? Ja. Ah. Is de opname nu afgelopen? Nee. Ja. Wat ik ook wil aangeven, volledige verbranding, onvolledige verbranding. Volledig jongens, volledig betekent voldoende zuurstof. Wat blind en slechtziende is. Zuurstof. Voldoende zuurstof. Als er te weinig zuurstof is, dan is trouwens de vlam, is het de vlam. Is inderdaad blauw. En als er onvolledige verbranding is, dan wordt de vlam geel. Onvolledig.
Dan wordt hij dus geel. Je krijgt roet. Dat is namelijk koolstof. En je krijgt fijne hasses. Hoofd. Alles op YouTube. Ik piep dat er nog wel even uit. Ja, ik heb het gezegd. Kom, monoxide. Komoxide. Komoxide is een giftig gas. Door zijn. En daar ga je niet van stikken, maar daar ga je wel van dood. Dus je hebt dat voordeel. Oké. Dit is de vierde. De vijfde. Deze hier, we waren hier gebleven. Dit was het vijfde onderdeel. Celsius en Kelvin. Zou ik je aanraden om dat te doen met een soort van thermometertje? Schrijf gewoon neer een thermometer. Zet daarbij een 0 ergens. Namelijk, dit is 0 graden Celsius. Zet daarbij gewoon 273 Kelvin. Jeroen, ik vind het niet leuk, want ik denk, hey. Dit is een straalbevatting. Zet dit er gewoon bij. En als nu wat wordt gevraagd, joh, het is 40 Kelvin. Nou, dan is het eigenlijk heel simpel. 40 is toch kleiner? Ja. Dus als je zegt van dat is 40 Kelvin, kan je eigenlijk best wel makkelijk uitrekenen wat het dan betekent. Want jij rekent eerst het verschil uit. En heb je inderdaad gelijk, dan is het dus min 234 graden Celsius. Maar op het moment dat je zou zeggen het is 150 graden Celsius, dan weet je ook 150 graden Celsius is groter. Wat betekent dat voor Kelvin? 150 erbij, dus dat is 423 Kelvin. Op die manier maakt het jezelf veel makkelijker, denk ik, als je het altijd een beetje door elkaar gooit. Om het voor jezelf even uit te rekenen. Gewoon een streep erbij, zet even die 0, die 273, kan je makkelijker doen. Ja, toch of niet? Ja. Oké, goed. Ten slotte de laatste. Het omzetten van de ene eenheid in de andere eenheid. Als ik tegen jullie zeg, het is 3,2 gigajoule. Dan staat daar eigenlijk niks anders. Je kan het trouwens in BINAS opzoeken onder tabelletje. BINAS tabelletje 3. Dan staat er eigenlijk bij giga. Staat er iets anders. Er staat bij giga 10 tot de 9e miljard. Dus hier staat eigenlijk, als ik hier naar kijk, 3,2 miljard keer 10 tot de 9e joule. Als je niet weet wat die voorvoegsels betekenen, kun je dat ook altijd opzoeken in tabelletje 3. En dan maakt het jezelf een stuk makkelijker. Eens? Ja. Goed. De laatste. En dan stop ik met de samenvatting. Je hebt een eenheid joule. En je hebt ook een eenheid kilowattuur. Allebei hebben ze te maken met een grootheid. Waar gaat het over? Waar gaat joule over en waar gaat kilowattuur over? Joule is energie. Allebei heeft het te maken, allebei, echt allebei, heeft het te maken met energie. Het zijn allebei eenheden. Allebei eenheden. Toch denken mensen dat het heel anders is. Eigenlijk moet je hetzelfde zien als dat bijvoorbeeld de Engelsen het over afstand hebben in mijl. En wij hebben het over kilometer. Je kunt dus de ene manier kun je omrekenen in de andere manier. Ja? Ja. Hoe doe je dat? Omrekenen. Hoe doe je dat? Ik vind het makkelijkst om het vanuit kilowattuur om te rekenen naar joule. Die laat ik voordoen. Je hoeft niet iedere keer in het PTA woord te doen. Je mag gewoon het antwoord uit je hoofd leren hoe je dat moet doen. Maar ik doe het wel één keer voor. Stel, ik heb 1 kilowattuur. 1 kilowattuur, we hebben het net gehad over die voorvoegsels.
Er staat hetzelfde als 1 keer 10 tot de derde wattuur. Want kilo, kijk mijn bias, is 1000. Ik schrijf het gewoon even uit. Dus 1000 wattuur. Hoeveel seconden? Hoeveel seconden zit er in een uur? 60 keer 60. 60 keer 60, dus het antwoord is eigenlijk 1000 keer 60 keer 60 watt seconden. En 1000 keer 60 keer 60 is hetzelfde als 3600 plus 3 nullen watt seconden. En ik zal even klappen, jongens, een ander woord voor watt seconden is joule. Dus wat je hier ziet, is dat 1 kilowattuur is hetzelfde als 3600000 joule. Oftewel, 1 kilowattuur is hetzelfde als 3,6 keer 10 tot hoeveelste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 tot de zesde joule. Ook dit is gewoon een verhuisde. Dus... Oké. Maar u zei net dat het dan wat toen juist die nullen door heb gekrast. Dat dat evenveel is als joule. Als jij, ik vind die nul altijd zo verwarrend. Vaak. Ik ben er bezig mee. Ja, vaak staat het gewoon zo. Als je dit uit je hoofd leert, dan weet je voldoende. Als er wordt gevraagd om energie, hoeveel energie is dat? Kijk dan of bij de gegevens of daar uren worden gebruikt of seconden. Als seconde is, reken je het lekker uit de joule. Worden uren gebruikt, gaat dan niet naar seconden omrekenen, maar gaat een antwoord uitrekenen in kilowattuur. Wat is nou ook een eenheid van energie? Zo, ik ben er klaar mee.